Goedendag, beste mensen. Weer een aflevering van Captain Henk op YouTube. Ik heb vandaag de eer om een van de super beste zangers van Nederland hier aan tafel te hebben. Ben Saunders, welkom. Dankjewel. Ik zeg altijd tegen Ben, ik zeg tegen iedereen, er zijn maar twee zangers. Waylon en Ben. Nou, de, hier zit hij voor het eerst. Yeah. Ben, welkom aan tafel, man. En, dankjewel. Ik maak even een sprong hier terug in de tijd. Dat is natuurlijk de Voice of Holland, waar alles mee begon. En jouw coach was Roel van Velsen, hè? Ja, zeker. En Roel van Velsen, dat was een goede vriend van mij. Ja. Dat weet jij niet. Nee, dat weet ik niet. Nee. En wij vroeger speelden bij Crazy Piano. Oh ja? Ja, daar was hij artiest. Ik ben er wel eens geweest met hem. Ik heb hem wel eens zien spelen daar. Ja, nou, ik deed daar de beveiliging en hij was daar pianist. En zetten we hem af en toe wel eens op de piano en... Zo. Ja, zetten we hem op, ja. Maar jij, bent daar, ja. Ja, jij was de eerste champ of the Voice of Holland. Hoe ging dat in die tijd? Ja, in die tijd, dat ging eigenlijk allemaal heel snel. Ik bedoel, ik had mezelf niet opgegeven of mijn broertje gedaan. En, wie van de broers? Jamie. Oh, Jamie. En dus wij gingen daarheen. En ik ging eigenlijk mee voor hem, weet je. Want ik dacht, hij heeft iemand nodig met een auto en benzine. En ja, ik deed gewoon mijn ding. Mensen gingen op de stoelen, tafel staan en allemaal gekkigheid. En het was klaar. Ik ging naar huis met mijn broertje, naar de McDonald's geweest. En ik zei, wat was dat voor een gekke show, weet je. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Het was zo over de top. En dat bleek dus dat het gewoon een goede auditie was. En je kwam op en drie stoelen draaiden direct. En eentje die werd voor hem gedrukt. Ja, ja. En vier stoelen werden gedraaid. En ik zat op de bank en ik had ook nog nooit natuurlijk van de Voice of Holland gehoord. En ik was direct, ja, fan is een groot woord natuurlijk. Ik ben niet zo gauw fan van mensen, want ik heb zoveel mensen ontmoet in mijn leven. Maar jouw stijl van muziek sprak me direct aan. En het mooiste nummer van die tijd vond ik van Ben Uncle Saul. Ben Uncle Saul, ja. Ja, dat vond ik zo'n mooi nummer. Die Soul Man. Ja, Soul Man. Ja. En dat nummer dat was vertaald. En ja, je kwam naar beneden toe en ik kon de nummer niet hebben. Toch Ben Uncle Saul opgezocht op YouTube. Ja, ja. En die doet hem in het Frans. Ja, die doet hem in het Frans. Ja, ik heb wat aanpassingen gemaakt. Ja, ja. Wie had dat geschreven? Jij of Roel? Ik. Nou, ik had niet een hele Nederlandse of een Engelse vertaling gedaan. Ik had een paar woordjes verdraaid, zeg maar. Want hij had uiteindelijk ook een Engelse versie. Ja, dat had hij ook. Ja. Maar ik had gezegd, don't have the voice of Roel van V. Ja, Roel van V. Don't have the reggae of Lenny. Oh, Lenny, ja. Dat zei ik Lenny, volgens mij. Het waren Lenny kleine dingetjes. Lenny was die andere zanger. Ja, die reggae. Ja. Ja, die reggae. Maar dat vond ik zo'n mooi nummer. En ja, die Ben Uncle Saul, die heb ik natuurlijk ook een beetje gevolgd. Want ik had daar wel een beetje mijn stijl muziek. Ja. En die heeft ook een paar goede covernummers in het Engels en zo. En in die genre zag ik jou ook. Maar van oorsprong kom jij uit Engeland. Ja, ik kom uit Engeland. Ben jij hier geboren? Nee, ik ben in Londen geboren. In Londen geboren? Ja. Dus je ouders die zijn hier naartoe gegaan, hebben jullie meegenomen? In een grote bus. In een grote bus. Helemaal ondergetatoeëerd. Maar zijn jullie van huis uit ook reizigers of niet? Nee, wij niet. Mijn oma die was vroeger wel circus, reizende circusartiest. Ja. Vandaar ook die gouden tand, die heeft mijn oma ook. Mijn moeder wel geboren op het kamp in Heerlen, zodoende staat dat ding hier. Ja, ja. Maar ik dacht dat jullie reizigers waren. En ik zei... Nee, mijn vrouw. Je vrouw is een echte reiziger? Ja, die staat daar. Oké, dat is een echte reiziger. Ja. Nee, maar dat dacht ik bij jou ook. Hey, ik zeg, je pa die kwam toen vaak op televisie, iedereen was in één keer wil van tattoos. Iedereen accepteerde tattoos. En ik zat in de jaren 80 al in Amerika en daar was dat al normaal. Als je daar politieagent op straat zag, die had tattoos. Dat was hier not done. Nou mag een politieagent gewoon tattoos hebben. Ja, terwijl het nog wel rond die tijd nog verboden nog was in New York. Voor mij is het nog ietsjes eerder. Ja. Voor mij is het rond dat ik was geboren, was het een beetje legaal geworden. Ja, maar in Amerika is bijna alles wel... Tattoos niet, maar het tatoeëren zelf was daar geboden. Ja, maar ik bedoel, de mensen liepen daar met tattoos. Als je daar een beroemdheid bent, en je verdient geld, en je hebt tattoos. Ja. Of je bent een goede vechtsporter, je bent een goede UFC-vader, dat wordt gewaardeerd. Ja, het teken van goed leven. Ja, maar dat is in dit land niet zo, hè? Nee, maar ja, niet iedereen hier zijn zo ingesteld. Nee. Je hebt ook heel veel van die wijzers. Direct. Ja, maar ik vind tattoos, dat betekent gewoon good fortune, net als die Boeddha. Ja. Dat betekent gewoon, net als sieraden, het kost niet niks. Nee, het kost ook. Dus dan ben je zeker geen schoffie. Nee. Of wat dan ook. Dus, ja, het is een investering voor het leven, zeg ik altijd. Ik heb dat ook nooit begrepen, ja. Nee, maar mensen die wijzen naar wat je zegt, ik heb het zelf natuurlijk met mijn verleden natuurlijk. Als ik ergens stop met tankstation, dan staan vier mensen te praten, die zijn maar op leeftijd, dan kom ik eraan. En dan gaan ze van woe, dat is hem. En ik ben pet af heb ze zo man, woe, maar dat heb jij natuurlijk ook. Woe. Ja, ook een petje ook op dan elkaar. Zo.
En dan ben je, ja, dan ben je eigenlijk al ben je eigenlijk bevooroordeeld al, met alles wat je doet. Ja. En merk je dat ook in je artiestenwereld of niet? Ja en nee. Voor The Voice, toen liepen ze nog soms met een boogje om me heen. Ik heb wel eens een oude vrouw die ging gillen, help, help, en dan steeg er helemaal niks. Ja, en na The Voice is dat wel wat beter geworden, ja. Ja, ja dat werd wel geaccepteerd, hè? En tegenwoordig, laten we eerlijk zijn, als je topvoetballers hebt als Messi, je hebt topvoetballers als wie dan ook, die lopen allemaal volgetatoeëerd. Ja. Ja. Ik bedoel, Wesley Sneijder, wie dan ook, Memphis Depay. Het wordt meer geaccepteerd. Het wordt geaccepteerd. Dus. Dat de mensen van nu, die nu een beetje worden geboren, die zijn allemaal een beetje net als ons en niet zoals die oude kakmensen. Nee, maar ik ben ook van een andere generatie als jou natuurlijk. En toen ik met eerste tattoos thuis kwam, was ik 17 jaar. Toen dachten mijn vader en moeder voor mij dat de Tweede Wereldoorlog opnieuw uitbrak. Bij mij niet. Mijn vader heeft mezelf gezet bij mij. Ja, die heeft ook wat tattoos natuurlijk. Ja, ja. Maar jullie hele familie zit eronder, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Dat is gewoon cult. Ja. Ben je dan een beetje tatoeëren? Ja, ik heb het van mijn vader geleerd. Hè. Die doet het al 40 jaar. Meer dan 40 jaar. En ik iets meer dan 20. En hoe heet het bedrijf van wat je vader deed? Hoe dat heet? Ja. Hij heet zelf Tattoo Dean. Ja. Hij heeft shops in Engeland gehad, in Alkmaar. En hij is nu werkzaam bij de Zwarte Markt. Oké. Okay. Een hele drukke tattoo shop. Ook een tattoo shop. Ja. Nog steeds die oude. Ja. En ik wil eigenlijk dat hij bij mij komt werken. En Arnhem een keer weer. En hoe heet dat? Kraftmans Tattoo. En waar komt dat weg? Waarom geen saunders? Nee, dat wil ik niet. Nee, ik ben gewoon... Ik wil niet alles... Over de naam doen. Ik wil niet bekend zijn omdat ik Ben Saunders ben. Ik wil goed kunnen tatoeëren. En als mensen dat zien, moeten ze komen. En dan moet de naam eigenlijk helemaal niet uitmaken. Nee, dat ben ik met Jens. Ja, overal mijn naam aan hangen. Ja. Maar je gaat hier ook niet Captain Hanks Choice. Je moet wel een beetje... Luister, kom me nou niet aan die whisky. Dat is de eerste fles, man. Ja, dat is een mooie. Mag je niet aankomen? Ja, natuurlijk jij wel. Ik ga voor je openmaken straks. Ja, jij krijgt de eerste slok van mijn eigen whisky. Die krijg jij. Dat gaan we doen. Begint al goed. Hey, ik had altijd een hobby als ik in een land kwam. En ik heb wat landen bezocht natuurlijk in mijn leven. Dan liet ik daar ook een tattoo zetten. Dat vond ik ook altijd mooi. Dus ik heb uit Nieuw-Zeeland een tattoo, uit Brazilië, uit Amerika. Duitsland ook? Ja, ook ja. Maar net zeg ik heb wel wat spulletjes mee hoor. Jij hebt wel wat spulletjes mee? Ja. Jawel hoor. Ja? Ja, zeker. Ja. Dat is ook gedeelte van mijn cadeau. Want ik had, ik wou komen met een t-shirt, weet ik van wat. Maar ik dacht nee, ik neem een lijstje mee en ik ga je gewoon tatoeëren hier. Dat is een goed idee man. Ja. En ja, nou, dat gaan we doen. Ik heb draadloos tegenwoordig. Ja? Dus het kan gewoon echt hier, aan tafel als je wil. Ja, dat mag wel boven van mijn hoofd, ja. Met tweede kleindochter. Ja, dat is goed. Ja? Ja. Dat is goed, dat is een goed idee. Dat gaan we doen. Ik ga die fles whisky, dat is een leuke historie. Kijk, ik ben van huis uit een whisky drinker al geweest. En een sigaren roken. En... via mevrouw Karen, die zegt, man, waarom doe je niet bij je eigen kledinglijn, waarom doe je geen eigen whisky erbij of wat anders. Dan zijn we mensen in contact gekomen in Enschede en die distilleren onze eigen whisky. Op twee vaten gemaakt, met allerlei soorten smaken erin, van noten tot en met tabaksoort. Ja, ik zag het al. Dat staat er allemaal op. Ik open hem ook vandaag voor jou. Yeah. Als allereerste. Ik denk dat we 1 april losgaan met de verkoop ervan. Dit wordt een limited edition van de gin, kan ik ongelimiteerd openen. Ja, dat is ook mooi, hè? Daar kan ik net zoveel van maken als ik wil, maar van de whisky hebben we niet genoeg vaten. Dan zal ik eerst even kijken of dat wil. Ja, dat wil. Hey, maar jij houdt van whisky, hè? Jij kan de kwaliteit kan je ook meten, nou. Ja hoor, whisky, tequila vind ik ook lekker, hè? Tequila. Ja. Tieten. Nou ja, als ik tieten zie, dan moet ik gelijk aan mijn vrouw denken. Die heeft de mooiste tieten van de hele wereld. Nee, echt waar. Ik heb veel tieten gezien. Yeah. Maar zij heeft echt de allermooiste tieten van de hele wereld. Die ik ooit heb gezien op films, in het echt, of wat dan ook. Luister. Ja. Nee, dat is gewoon zo. Ja. Voor jou die eerste whisky? Yeah. Ik heb de choice. Je gaat straks al 2 nummers zingen. Ja, zeker. En... die heb ik uitgezocht. Eentje ervan. Wel lekker. Is die lekker? Ja. Yes. Hoe moet ik deze proeven of moet ik hem gewoon slammen? Wat jij wil. Je moet ik ga eerst een beetje proeven. Ja. Die is lekker, hè? Die gaat er wel in, hoor. Die gaat er wel in, ja. Dat dacht ik. Hey, dat is die whisky die gaan we online brengen. Ja, dat is een soort passie ook natuurlijk. Net zoals jij zingen hebt, heb ik andere passie natuurlijk. Ik wil nog even met je terug naar... Ik heb nog een poosje MMA gedaan.
Ja. Was dat succes of niet? Ja, voor mij wel, want ik wou altijd wou gewoon een keer even in de ring, weet je. Ja. Het liefst nog in een kooi. Liefst ben je niet geweest? Ja, nee, ik heb wel in een kooi gevochten, maar niet op een gala of zo. Dat niet. Maar dat vond ik wel echt leuk, want ik heb tegen de zijkant op rennen en zo. Gewoon een paar jongens. Ja. Maar ja, een paar wedstrijden gedaan. Ja. En mijn broertje heeft heel veel wedstrijden gedaan. Ja, Jamie. Ja. Ja. Ja, die heeft, ja, ik kon ook al heel veel van de jongens, want ik heb heel veel in de vechtsport al getatoeëerd. En opeens kom ik er ook in contact mee. Ik kreeg in een keer belletjes van Fedor. Oh, Fedor Emelianenko. Ja, die kwam naar Horen, die kwam even trainen, die kwam even kijken bij onze sportschool toen. Maar toen onze eigen MMA lessen gaven. Ja, ja, ja. Ja, ik trainde die tijd bij Fedor met jongens van ons, met Taro Spong. Ja, die heb ik ook getatoeëerd. Ja, die heb ik getatoeëerd. Die hond en zo, Mattie van mij. Taro die staat in mijn team, Team Hardcore. En zijn leraar die komt hier straks. Die komt ook naar Hardcore. Lucien. Lucien. Ja. En die Fedor die was zo getalenteerd. Die zat bovenop mij. Hij zei, Henk, kantel mij maar. En geloof me echt, dat was een van mijn specialiteiten om iemand te kantelen. Ja, ja. En hij is arm gebroken, die zat in het gips. Maar ik kon die man niet eens kantelen. Nee. Ja, zo getalenteerd. Die man die was zo goed, die was van de buitencategorie. Dat is een heel ander niveau dan in Nederland. In Nederland komen we niet echt mee op dat niveau, vind ik. Ja, moeilijk. Ik sta nog elke dag in ik heb een paar shirts van hem gehad. Die zitten nu onder de gaten. Ah, die heb ik van hem gehad, mijn Fedor-shirtjes. Ja, ik heb een van Mike Tyson, een broek. Oh, en die moet ik gewoon aan. Je hebt hem nog steeds aan. Rustig aan jij. Hey, Benny gaat even zingen, twee nummers. Eén is een speciale nummer die ik zelf heb uitgekozen van Chris Stapleton. Hij is eigenlijk niet van Chris Stapleton, hij is eigenlijk van George Jones. Maar dat was nog geen oude country-stijl. Dit is een echte blues-mix. En ik denk dat Ben daar de man voor is om dat te zingen. Welen kan dat ook, denk ik. Maar ik heb Welen is er niet. Nee, gelukkig niet. Gelukkig dat jij er bent. Ben ik ook blij om, daar ben ik eerlijk in. Dus volgende uitzending weer kijken. Ben, hartstikke bedankt. Graag gedaan. En ik zit nog even te wachten op je cadeau. Ja, ik heb wat liggen. Ik ga het even halen. Haal het even. We gaan het nog even doen. Maar er hoort een tattoo bij, hè? Daar hoort een tattoo bij. Dit is gewoon een lijstje. Ik dacht, het is leuk om op te hangen. Daar kom ik in elke aflevering. Laat zien. Ja. Maar die tattoo komt er nog bij. Die tattoo komt erbij. Fantastisch. Yeah. That's the man in question. That's it, man. Thank you very much. Mensen, te zien. Tot de volgende keer. En niet vergeten, even abonneren. Duimpje omhoog. De mazzel. 1 april. Captain's Choice. Yes. Vanaf 1 april, dames en heren. Captain's Choice Whiskey. I used to spend my nights out in a bar room, liquor was the only love I know. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back from being too far stoned. You're as smooth as Captain's Choice whiskey. You're as sweet and strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. Honey, I stay strong on your love all the time. Look for love in all the same old places. Found the bottom of the bottles always dry. Yeah, yeah. But when you put out your heart, I didn't waste it. 'Cause there's nothing like
your love to get me high. And your lips smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. Honey, I stay strong on your love all the time. Yeah. Dit zijn van die momenten dat je even een slokje kan nemen. Van echte whisky. Oh, oh, yeah. Oh. Tennessee whiskey, you're as sweet strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. Honey, I stay stoned on your love all the time. Come on. Oh no. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. No, 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 no. Oh no, no, no. You're as smooth. Oh, it's Tennessee whiskey. Dankjewel. Ja, kijk hoe gezellig het is, cameraman. Kijk, we zijn er niet alleen, hè? Yeah. Fles niet in zat, hè? Zie je dat? Took you for granted and I had to pay the price. I've lost you once, but I won't lose you twice. You try to hold me, but I cannot sit still. I always win the evil.
son, the broken man that you see is not me, just a shadow where I'll be wonderful. Dankjewel. Dankjewel, ahoy.